Ja, hij komt zeker. Aanstaande zaterdag vaart de Goedheiligman met zijn Pieten Maassluis binnen. In 7 minuten zoeken we uit of Maassluis er wel klaar voor is. In deze aflevering bezoeken we een tentoonstelling over het Sinterklaasfeest. Maar eerst gaan we op pad met de producent van de landelijke intocht. Zaterdag stuurt hij een team aan van 400 personen. Sinterklaas stapt hier naar boven nadat hij bij ons aangekomen is. En dan staat hier zijn paard klaar met de hele bonte stoet erachter. En dan vertrekken we die richting uit om uiteindelijk daaruit te komen. Dus dit is wel redelijk cruciaal, ja, wat dat betreft. Dus dit is een belangrijk punt. Hier hebben we ook zelf een camera hangen dat we goed kunnen kijken wat er allemaal gebeurt. Normaliter hangen hier dus allemaal bloembakken aan. Kijken of we nog een restant kunnen vinden van dingen. Ja, je ziet dat er hier nog een beetje aarde aan hangt. Dus er hingen allemaal van die bloembakken aan. En vanwege het zicht op de camera, omdat dat net te laag is, heeft de NTR verzocht om die allemaal weg te halen. Jammer is, want wij wilden juist het mooi maken, vrolijk maken, kleurrijk maken. Maar voor het camerabeeld is het beter dat ze eraf waren. Dus ze zijn er nu allemaal af, je ziet het. Straks verkennen we de route verder met Rob. Maar eerst iets anders. In het centrum van Maassluis is namelijk een tentoonstelling te zien over het Sinterklaasfeest door de eeuwen heen. Voor- en tegenstanders van Zwarte Piet zaten in de adviesgroep van de expositie. Het houdt in dat we zien hoe het Sinterklaasfeest door allerlei omstandigheden en historische contexten zichzelf elke keer heeft aangepast en vernieuwd. Maar dat er ook elementen zijn die al eeuwen oud zijn en die altijd hetzelfde zijn gebleven. Dus je ziet continu de continuïteit en de verandering naast elkaar. Tijdens de reformatie vonden de protestanten dat het de katholieke heilige vereringen, die kon eigenlijk niet meer in Nederland. Dus verdween het feest grotendeels uit de publieke ruimte. En hier zie je twee mooie schilderijen uit die periode, allebei van Jan Steen, een katholieke en een protestantse versie. En dit zijn schilderijen van de Sint-Nicolaasviering. En als je goed naar die schilderijen kijkt, nou, dan valt natuurlijk direct op wat er mist. Er is geen Sinterklaas en een knecht die is er in die periode nog helemaal niet. Maar je ziet wel allemaal elementen terug. Zo zie je de schoen hier met de roe, die heeft hij gekregen, daarom staat hij te huilen. En je ziet dat zijn zusjes hem uitstaan te lachen. Je ziet hier, dit meisje heeft een bisschopkoek in haar handen. En dat jongetje dat wijst wel naar boven in de schoorsteen. Want het verhaal bleef wel bestaan dat Sinterklaas daar eigenlijk vandaan kwam. En de protestantse versie zien we eigenlijk precies hetzelfde. Zien we ook weer de roe in de schoen. Je ziet een meisje met een koek, dat is hier geen bisschop. Want het is een protestantse versie, die doen geen katholieke heiligen verbeelden. En je ziet dat de setting veel vromer is, veel rustiger. Terwijl het daar wat explicieter is. En dat is een heel groot verschil, maar weer geen Sinterklaas uiteraard. Die komt pas kort daarna in allerlei verschillende manieren terug. Terug naar Rob. We zijn aanbeland bij een spannend stukje van de route. Dit is dan ook weer zo'n punt waar wij extra aandacht aan besteden. Waarom? Nou, het is een prachtig plaatje. Je ziet hier dus dat oude gemaal. Mooi plaatje van Maassluis. Maar hij heeft ook de aandacht omdat Sinterklaas van bovenaf hier een behoorlijke draai moet maken. En zoals je goed kijkt is het een helling die best wel steil loopt. En zeker als er wat regen valt, kan het glad zijn. En dan bestaat het gevaar dat het paard van Sinterklaas wellicht wat wankel op zijn benen staat. En om te voorkomen dat hij uitglijdt, gaan we wat zand strooien. Ja, dit is een soort van stilte voor de storm, zeg ik eigenlijk maar. Er wordt nog gewoon geparkeerd. Het is nog een beetje rommelig. Het enige wat nog moet gebeuren is dat de auto's weggaan. Nou, ik had eigenlijk al verwacht dat de eerste parkeerborden al zouden staan. Die zullen wel ergens in een van deze dagen komen. En dan zijn de auto's weg en dan zeg ik altijd, komt de cavalerie binnen. En dan bouwen we binnen 3-4 dagen dat hele plein om tot een mooi feestplein. Dan koppel ik jullie aan elkaar en dan is het geregeld. Ja? En mooi omzet, hè? Want dat wordt wel druk. Als je het weer een bolletje moet halen. Ja, dat hou ik je aan. Hey, bedankt. Hoi. Na de verboden in de reformatorische periode komt Sinterklaas terug. En dan zie je hem in allerlei verschillende gedaantes verschijnen. Soms zien we hem als de bisschop, zoals we die kennen. Maar soms zien we hem ook echt als een boeman, een schrikfiguur. En hij heeft hier ook vaak een zwart gezicht of een mombakkes voor zijn gezicht. Ze noemen ze ook wel zwarte klazen. En hier zie je er een in huiselijke kring. En dat is eigenlijk gewoon een cape, een zwarte baard, zwart gezicht en een bezem gebruiken ze hier als staf. En dit was echt een figuur wat kinderen echt moest laten schrikken. Je hoort ook vaak dat er kettingen waren die met wild geraas herrie maakten. En dat was echt een boeman die de mensen moest laten schrikken. Er is een sterk gepolariseerd debat ontstaan over de toekomst van het Sinterklaasfeest.
En wij zijn van mening, nou, als je zo heel dat verhaal naast elkaar ziet, dan kan je veel meer begrip hebben voor allebei de meningen. Wij hebben met allerlei partijen allerlei goede gesprekken gehad, altijd in een goede sfeer, altijd in een vriendelijke sfeer. En wij zien eigenlijk niet zoveel contradictie in die verhalen. En je kan voor iedereen zijn mening heel veel begrip hebben. En daarmee hou je het debat volgens mij uit de gepolariseerde sfeer waar het op dit moment wel in komt. Stel nou dat het misgaat, heb je toch een probleem? Ja. Dan word ik waarschijnlijk met pek en veren de stad uitgejaagd. Nee jongens, maar het gaat niet mis. We zijn goed voorbereid. Nou, je hebt het gezien. Ik heb een draaiboek achter in mijn zak zitten. Met alle technische tekeningen, met alle faciliteiten, met alle voorzieningen. We hebben net al gezegd, 400 medewerkers. Allemaal professionals op hun vakgebied. Dus daar zijn we op voorbereid. Einde dag, de intocht is achter de rug. Dan zit het er voor jou ook op. Waar hoop je dan op? Een lekkere, goede, stevige borrel. Ik blijf Brabander. De Koopgoot bestaat 20 jaar. Het winkelhart van Rotterdam. Verleden, heden en toekomst. Of waar gaat het heen met het shoppen in Rotterdam? Volgende week in 7 minuten.